Hopelijk stelt u wel een voorbeeld.
hem nog een kans wilt geven op een beetje geluk. Dank u wel. Ik zocht een blikken, maar ze keken langs me heen. Overtovend was de stilte die er hing. Ik voelde om mij heen alleen verduistering. In het donker was ik zo verdomd alleen. Ze leken allemaal. Franciscus Aloysius Gerardus Vrijmoed. Ik veroordeel u tot 6 maanden opvoedingsgesticht, waarvan de eerste maand in totale afzondering, met aftrek van de 3 maanden observatiehuis. Kom eens hier. Je gaat dus nog 3 maanden naar het opvoedingsgesticht. Begrijp je dat? Mag ik daar niet meer van het jas komen wonen? Begin eerst maar eens met goed je best te doen. Morgenochtend brengt de heer Armand hier naar het opvoedingsgesticht. In manneke, blijf knokken.